De regering gaat niet alleen werken aan een brug over de Corentijnrivier, maar er zal ook gesproken worden met Frankrijk om een brug over de Marowijnrivier te bouwen. Hiermee zal Suriname ontsloten zijn van Guyana en Frans-Guyana. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi tijdens zijn districtentour. Deze bruggen zullen volgens hem diverse voordelen brengen voor ons land en volk. Met goed onderhandeling tussen de regeringen van deze drie landen maken tot een gebied met vrije personen- en goederenverkeer. Dat je vrij kan reizen zonder barrière, handel te drijven, ondernemers overal de gelegenheid te geven om hun bedrijven te gaan opzetten, export te bevorderen. Mijn mensen, we gaan grote dingen doen. Het staatshoofd haalde verder aan dat alle districten moeten nagaan welke projecten van belang zijn voor hun gebied. En dan moeten zij met projectsvoorstellen komen. Ik heb aan alle districten gezegd, maak jullie een project management team binnen het district. Met de eerste 10 top projecten die jullie in deze 5 jaren willen uitvoeren. Waarvan een deel regionaal en een deel centraal. En dat is de uitdaging. Alle districten hebben die opdracht gehad en de districten moeten hun huiswerk maken. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens zijn districtentour in Wanica. Hij zei dat de regering gereed is om in de komende jaren grote projecten uit te voeren.